Oké, even kijken hoor. Daar zijn we weer. En ik zie dat mijn camera weer niet meewerkt. Even kijken. Ja, de game hebben we wel. Dus dan gaan we even snel kijken waarom de webcam niet meewerkt. Deactivate. Even kijken. Ja, hij doet het nou wel. Oké, top. Dat is fijn. Nou, dan ja, welkom terug. Het is weer zover, het Regenboogfestival. Neem een kijkje. Ik zie helemaal niks. Op mijn kaart ervan staan. Oh, die zit hier. Ja, oké, top. Laten we eerst beginnen weer met voeren. Is hij nog happy? Hij is nog wel happy, gelukkig. Even kijken hoor. Hoefjes krabben. Even eten geven. Oh, nee, ik moet er niet op gaan zitten. Water geven. En borstelen. Oké. Ik denk dat ik wel gewoon ga beginnen met de missie in verband met dat... laat ik eerst even naar het regenbooggedeelte gaan. Ik vind het wel tof hoe ze dat in elkaar hebben allemaal gezet. Kijken of we nog eventueel iets kunnen verzamelen of zo ervoor. Dat weet ik echt niet. Oh, dit is ook aangepast. Het is echt heel tof. Ja, want het is natuurlijk de Pride Month. En ik vind het wel echt heel tof dat Star Stable daar ook echt wat mee doet. Want laten we wel wezen, iedereen mag zijn wie die is. En iedereen mag trots op zijn op wie die is. En er hoeft geen uitzondering over gemaakt te worden of iets in die richting. Je mag gewoon zijn wie je bent. En daar hoeft niemand commentaar op te hebben. Oké, even kijken hoor, we zijn er. Oké. Als je nou eens vertelde dat er werelden bestaan buiten de wereld die je kent. Nieuwe plekken, net over de horizon. Echt waar. Ik ben Mika Stonecraft uit Zonnelijk Avontuur en ik kwam hier in New York door voetspoor te trainen van mijn oom Nick. Ken je die? Dit kleintje hier is Pico, mijn dappere metgezel. Nou ja, niet zo dapper. Hij is maar de kikker, maar hij maakt mij dapper. Op weg naar New York kwamen we met onze blondende storm terecht. Het enige wat ik kon doen om niet te slaan was boven de stormwolk vliegen. En daar zag ik iets ongelooflijk. Een hele wereld in de wolken met glinsterende watervallen, donzige bossen, zelfs een kasteel. Maar voor ik verder kan onderzoeken stuurde een sterke wind me terug naar de aarde. Ik was bijna alsof ik iemand niet wilde dat we daar waren. Sindsdien ben ik op zoek naar het mysterieuze wolkenrijk. Pico en ik hebben ons basiskamp in de lucht opgezet. Stap in mijn ballon en dan zie je boven de wolken. Je mag zelfs je paard meenemen. Ja. Oké, en dan zijn we boven. En dan. Wat moeten we hier doen? Welkom basiskamp, Zenit. Fijn dat je er bent. Je paard meegebracht. Heel goed. Zijn in de wolken. Mis je kracht aan het werk. En dan kun je best paard varen. Weet je waarom? We maken geen race. Veel plezier in de wolken. Dapper ontdekker. Pas op waar je loopt. Het is een heel eind naar beneden. Oké, dankjewel. Dat is dit. Een of ander dagboek. Nou, die gaan we niet helemaal lezen. Kijk hoor. Oh, een wolkje hier. Oh, ja, dat zijn leuke dingen. Oh, allemaal leuke strikjes. Oh, dit is van vorig jaar dan. Oh ja, dat, op mijn andere account heb ik dit allemaal inderdaad. Even kijken hoor. Hey, oh, die strikjes nemen we mee. Ja. Oh, die hebben we al. Oh ja, ik kan niks meer meenemen. Oké. Wat is dit? Een gouden worker staat hoefijzergebied. 1 keer per dag kunt verzamelen. Succes om een grote bonus op 50 XP te verdienen. Succes. Oh. Oh, zo, hoefijzers. Oké, oh, ik moet er 40 verzamelen. Dat lukt wel, toch?
11. 12. Even kijken hoor. Kom ik hier boven? Oh, gewoon via daar. Veertien. Nee, jongens. Zo. Oh, shit, dan moet ik weer overnieuw beginnen. Nou, oké, okay, nog een keer. Dat was hier langs. En dan hier gingen we doordraaien naar boven. En dan moesten we niet te hard de bocht nemen, zo meteen. Oké, okay, even kijken. Voorzichtig hier. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Oké, okay, ja. Oh, daar staat ook wat geks. Oké, okay, gaan we daar zo meteen naar kijken. Zit hier nog iets dan? Oh. Oké, dan gaan we hier dus blijkbaar de hoefijzers vangen. Negentien. Twintig. 21. Oh, wat is dat? Een voorwerp gevonden. Oh, ik heb Mika's tweede voorwerp gevonden. Oké. Okay. Blijkbaar is zij dingen kwijtgeraakt dan. Even kijken hoor. Even kijken, waar zitten de andere hoefijzers dan? Oh, daar zit er één. Nog. Oh, daar. Allemaal langs. 26. 27. Waar nu heen? Die kant op dan? Dus dat zie je wel. Oké, okay, wat is dit? Nee. Oh. Dat was niet helemaal zoals de bedoeling was. Oh, ik hoef er alleen maar langs te lopen. Dan is het ook goed. Oh, die kant op. Oh, hoe kom ik daarboven? Oké, okay, even kijken. Is dat met deze? Ik moet er op een of andere manier op zien te komen, toch? Oh, wacht. Ik zie daar ook nog iets van een voorwerp. Wat is dit? Een kompas. Oké, okay, dus we hebben ook een kompas gevonden. Juist. Oh, wacht. Ik sta natuurlijk onder de dingen. Juist, maar hoe kom ik daar boven? Oké, dat was niet helemaal mijn bedoeling. Oh, wel, blijkbaar. Oké, wat hebben we gevonden? Schep. Oh, niet die... Nee! En toen stonden we weer ergens onder. Wacht, maar als ik nou daardoor ga, waar kom ik dan uit? Oh, het is echt al ontzettend lang geleden dat ik hier geweest ben. Oh, dan krijg je opeens vleugels. Oké, we krijgen vleugels, leuk. Maar waar moet ik nou heen? Ik moet daar naar boven ergens. Hoe kom ik daar? Via daar dan? Oké, dat is in ieder geval de race. Dat weet ik nog wel. Oké, okay, even kijken hoor. Oké, okay, hopsiekee. En dan... Oké, okay, nou werden we hier doorheen gedingest. Oh, waar komen we dan uit? Oh, maar... Huh? Waar ga ik heen? Oh, toch wel waar ik wil wezen? Of niet? Nou, volgens mij niet helemaal. Ik wil daar bovenop komen. Oké,
Oké. Nee, niet. Zo kom ik daar niet. Als ik nou hier overheen ga, waar kom ik dan uit? Of kom ik dan weer terug uit? Oh, ik kan hier in ieder geval picknicken, maar dat was ik niet van plan eigenlijk. Kom ik dan? Ja! Nou ben ik waar ik wil zijn. Een lamp hebben we gevonden. Ik heb een beetje jeuk in mijn oog ook. Hop. Oké, even kijken. Want hier moest je voorzichtig zijn. Want anders gleed je weg. Oh, ja. Plons. Oké, ik heb nu... Hoeveel heb ik er nou? Oh, waarom staat het buiten mijn beeld? Nou weet ik niet hoeveel ik er heb. Oh, 38. Oh, nou heb ik er één gemist. 39. Waarom staat hij zo raar boven in beeld, joh? Oké. Even kijken, dan moeten we er nog één hebben. Is dat dan gewoon weer via hier omhoog? Ik denk het. Ja, oké. En dan weer over de... Oh, dat zag ook bijzonder uit. Gaan we over de regenboog weer heen. En dan pakken we deze weer mee. Wee! Ja, en dan staan we weer boven. Even kijken hoor, er moet er nog één in zitten. Zal dan aan deze kant zitten. Ja, hebben we. Oh, we hebben extra paard XP gekregen. Oké, dan gaan we terug naar de ingang. Want de rest, dat komt allemaal wel. Ik ga nou niet op zoek naar de rest van die dingen. We gaan gewoon lekker verder met missie. En de hoofdmissie, even kijken hoor. Waar zit die? Einde aan al dat roze, zilverkleed dorp. Oh, wacht. Ja, daar ben ik bijna. Oh, dit overleven we dus net niet. Doen we dat hier wel? Vast wel. Ja, hier overleven we het wel. Oké, dan gaan we gelijk door naar het dorp. Nee. Ik moet eerst mijn dingen leeggooien. Ik heb veel te veel zooi bij me. Daar beginnen we mee. Oké. Ja, dit hebben ze echt tof gedaan. Ik ben benieuwd of ze ook wat in de stal hebben gedaan eigenlijk. Ah, dat is dan wel weer jammer dat ze niks in de stal hebben gedaan. Zo, even kijken. Dit zijn de topjes. Dan heb ik nog t-shirts. Ik heb geen t-shirts gekregen dit keer. Truien of blouses. Ja, en nee, dan vind ik meer een jas. Oh, wacht, hier nog een blouse. Dat heeft wel lange mouwen. Die vind ik wel dat hij hier naartoe mag. Oh, ik heb ook van die stenen nog. Even kijken. Ja, die mag hier. En die mag dan daarheen. Kijk, wat is dit? Oh, dit is helemaal lang. Dat draag ik toch nooit. Dat mag dan hier naartoe. En wat is dit? Ja, nee, dat ga ik ook niet dragen. Dat weet ik nou al. Broeken. Een witte broek erbij. Een zwarte broek. Oké. Kijk hoor. Schoenen. Ja, ik heb laarzen gekregen. Ik heb dan hier nog schoenen. Oh, wacht. Die mogen daarheen. Even kijken hoor. Dan hebben we nog zo'n gekke muts gekregen. Die kan wel daar. Een pet. Een hoed. Nog een hoed. Handschoenen. Die even daar naar boven. Die moet ik nog verkopen. Handschoenen dus nog. Voor mijn gezicht. Nee, daar heb ik niks. Handschoenen. Ja. Hopsieke. Een of andere gekke wand. En dan gaan we... Oh nee, naar onderkleding nog een keer. Want ik heb ook nog een rok. Ja. Zo.
Uitrusting. Dekjes. We hebben dat dekje nog. We hebben dat dekje gekregen. Zo, een beetje op kleur, soort van. Nee, niet zulke dekjes. Zadels. Yep. Oké, dat pleuren we even wel zo neer. Dat ruim ik een andere keer nog wel op. Komt nog wel. Hoofdcellen. Ja, die en die. Zadel, tas, dingen daar. Beendingen hier. Staartstrikjes daar. Hoofdstrikjes hier. Hopsiekee. Dat is al echt wel weer een stuk beter opgeruimd. En jij daar, hop. Oké, dan kunnen we aan de gang. Dan gaan we naar Silverglade Dorp, wat ik net zei. Hop. Het wordt trouwens vandaag een niet al te lange stream, want uiterlijk 4:30 moet ik weg. En eigenlijk iets eerder. Even kijken hoor. Boerderij van Steve. Want dan komen we bij Silverglade uit. Toet toet. Alex. Hoeveel afval heb ik trouwens in de tussentijd? Voordat we beginnen. Nee, nog niet genoeg. Oh, verkeerde knop. Oh, ja. Alex. Goed gedaan, Lorelei. We hebben de toren van Garnock een beetje weten te bekoelen. Dankzij enorme inzet kunnen we voorlopig ook geen scheuren meer ontstaan. Pandoriaanse instabiliteit is een stuk kleiner. Nu we zo dapper tegen hebben gevochten, eindelijk kunnen we wat uitrusten. Maar het gevaar is bij lange na nog niet geweken. De Dark Core zou ieder moment iets kwaads kunnen doen om balans weer te storen. Als ze dat niet al gedaan hebben. Je bent nu volwaardig lid van de Bliksemkring. Erg goed gedaan, Lorelei. Je moet weten dat er maar weinig mensen zijn die zover zijn gekomen. Je bent een bijzonder iemand. Gefeliciteerd en welkom in de Bliksemkring. En nu dan. Greendale. Oh, mooi. Want daar hebben we ook gelukkig al de trailer van Goldspur. Hop, hop. Oh. Goldspur. Even kijken, is dit veilig? Waarschijnlijk niet. Nee. Dan maar even om de molen heen. Oké, recht vooruit. Zo. Oh, een boom. Waar zit je dan? Ben jij dat? Ja, dat ben jij. Zie je wel, toch wel. Groet Soulrider, ik ben Starshine. Ik herken echt Soulrider als ik er een zie. Je bent er zeker een. Ik kan het al van ver voelen, dus je heet Lorelei. Aangenaam. Je kent Alex en Linda ook echt fantastisch. Maar ik neem aan dat je Lisa nog niet ontmoet hebt. Dat dacht ik al. Ja, Lisa is kwijt, dat klopt. Zoals ik al zei, ik ben Starshine en Lisa is mijn Soulrider. Maar ze is kwijt en ik vrees het ergste. Ik zal je vertellen wat er gebeurd is. Na lang weg te zijn geweest van Joffrey toen Lisa over de wereld reisde en haar elektrische luid of zoiets speelde tegen betaling. Luid aan het brullen was voor hysterische toeschouwers en meer van dat soort onzin. Kwam de dag waar ik lang uitgekeek. Eindelijk de dag dat mijn geliefde Lisa eindelijk weer terugkeerde naar Joffreystal. We galoppeerden regelrecht over de heide. Wind blies gierde door mijn manen en bracht Lisa's felrode haar in de war. Net als de Driese lentewind brulden we van plezier. We waren zo blij om elkaar weer te zien. Lisa fluisterde in mijn oor dat we nooit meer uit elkaar zouden gaan. Ze zei dat ze op Jorvik zou blijven en ik dacht elkaar nooit meer. En ik dacht nooit meer bij me weg te laten gaan. Maar
Dat heb ik toen niet hardop gezegd. We galoppeerden verder over de velden, zwieren lang en doelloos rond. Genoten simpelweg van de wilde rit, wat een vrijheid. Werd middag en hier laat mijn geheugen minder steek. Er is iets verschrikkelijks gebeurd tijdens dit. Ik weet niet meer wat en hoe het gebeurde. Het enige is dat ik erin dat ik plotseling scherp straal van licht. Een vreemd geluid, toen was alles zwart. Ik moet flauwgevallen zijn. En toen ik weer bijkwam, was ik duizelig en gedesoriënteerd. Het was donker geworden, het regende en in de verte donderde het. Misschien werd ik wel wakker van de regen of van de kou, maar het ergste is dat Lisa verdwenen was. Duizelig, koud en verdwaald liep ik doelloos rond. Vlak voor zonsopkomst vond ik Jorvikstal terug en hoopte ik Lisa daar te zien, maar nee. En sindsdien wordt ze vermist. Ik ben de wanhoop nabij. Ik ben al weken en weken op zoek naar mijn geliefde Lisa. Ik heb overal gezocht. Momenteel ben ik onder elk blaadje in Greendalewoud aan het zoeken, maar het duurt niet lang meer of ik overal gekeken heb. Het weegt zwaar op mijn hart. Oh, dus volgens jou zijn aanwijzingen dat Lisa hulpeloos is gemaakt en verborgen wordt gehouden in het grauwe gebergte. Interessant. Enorm interessant. Ik herinner me vaak een ritje maakte naar het noordelijke deel van de bergen. Misschien heb je gelijk. Ik heb er gezocht, maar niks gevonden. Misschien ben ik niet nauwkeurig genoeg gekeken. Wil je me helpen, Lisa, te zoeken met trouwaanwijzingen? Ik ben je voor altijd dankbaar voor je hulp. Zoals je weet heb ik hier overal gezocht en het wordt behoorlijk wanhopig. Als Lisa hier ergens in de buurt was, zou ik het voelen, maar ik voel niks. Het kan twee dingen betekenen. Of ze is in de buurt, of ze is er niet meer. Maar de nieuwe informatie van jou geeft me hernieuwde hoop. We zullen haar vinden. Of tenminste een nieuwe aanwijzing. Als een klein beetje informatie over haar wat er gebeurd is. We zullen het noordelijke massief van het Grauwe Gebergte doorzoeken. Ik heb een paar veelbelovende plekken gemarkeerd op je kaart. Sommige plekken zullen wat moeilijk te vinden zijn. Lisa en ik hebben echt overal rondgeleden. Laten we elkaar weer opzoeken als we alle doorzocht hebben. Ik zal de moeilijk te vinden plekken doorzoeken. Dan kun je de kaart zien waar ik ben. Dus het is niet moeilijk om me na het zoeken weer terug te vinden en verslag uit te brengen. Pfft, hinnik. Even kijken hoor. Dan moeten we dus de trailer pakken, denk ik. Of iets bij Goldspur iets doen. Ja, oh, daar omhoog denk ik. Tenminste, redden we dat? Ja, oké. Jee, we zijn boven. Hier ergens. Oh, wel boven. Oepsie. Wel boven langs. Oh, hier. Ja. Aan het zoeken. Je hebt niets interessants gevonden. Kijk hoor. Nou weet ik natuurlijk eigenlijk stiekem al waar ik heen moet. Want ik moet zo naar links. Dus ga kijken of we hier wat vinden. Niets interessants gevonden. Niets interessants gevonden. Zo. Je hebt een silhouet gebrand in de bergwand. Oké. Er is iets mis hier. Dit kan niet veroorzaakt zijn door gewoon lijkt de warme van de oude sporen in de grond staan. En een raar silhouet sporen, niet te oud en vaag om toch iets zinnigs uit af te leiden. Deze vreemde plek moet je een starshine laten zien. Oké, kom ik hier dan ook wel weer veilig uit? Oh, ik blijf haken. Even kijken, waar is starshine? Waar ben je? Starshine. Waar zie ik je? Zie ik hier achter? Ben je nou gewoon verstoppertje aan het spelen voor me? Of wat? Oh, daar. Je was gewoon verstoppertje voor me aan het spelen. Een bergwand die onder het roet zit. De plek naar een onnatuurlijk vruchtblaak zijn oude sporen. Erg interessant. Laat me zien waar het is. Laten we die vreemde plek gaan die je hebt gevonden.
Nou, kom op, Starshine. Beetje tempo erin. Goed zo. Oh, en nou ga je weer rustig lopen. Oh, jij gaat naar de andere kant toe. Oké. Okay. Nou, hier moet je in ieder geval wezen, meneer. Mevrouw, wat ben je eigenlijk? In de naam van het levendbrengend licht van Edine. Je hebt een belangrijke aanwijzing gevonden. Dit moet de plek zijn waar we verrast werden door die duizelingwekkende licht. Dat silhouet komt bekend voor, vind je ook niet? Kijk, die voet- en hoefafdrukken tonen aan dat hier een hinderlaag zijn gelopen. De lafaards moeten zich verborgen hebben achter de struiken naast de klip, zodat ze gruwelijkwijs aan konden vallen. Dus volgens jou zijn het de darkriders die een laffe aanval hebben uitgevoerd en Lisa hebben ontvoerd. Nu ik dit heb gezien, ben ik bang dat je idee juist is. Ze zullen hiervoor boeten. Als ze ook maar een enkele rode haar op haar hoofd hebben gekrenkt, zal ik persoonlijk op toezien dat vervloekte darkriders in de duister eeuwige duisternis zullen eindigen. We zullen dit gebied uitkammen voor meer aanwijzingen. We zullen iedere graspel omkeren tot we iets vinden waarmee we antwoord krijgen op onze vragen. Juist. En nee, niks boeiends. En daar dan. Oh, heb ik hier wel gevonden? Ja. Ik heb iets van een scheurachtig iets gevonden. Onder de schildspullen ligt de Pandoriaanse scheur verborgen. Oké. Okay. Het schilderwerk en de oude stammen verborgen een Pandoriaanse scheur. Wie heeft de kloof verborgen en waarom? Vertel Sjaars in een Pandoriaanse scheur. Even kijken. Oh, daar sta je. Een verborgen Pandoriaanse scheur, dat klinkt problematisch. Terwijl wegstuk sporen van de brandende hoeven in het gras gevonden hier zitten zonder twijfels de Darkriders achter. Wat zou die scheur betekenen? Breng me naar die verborgen scheur. Ik krijg een raar voorgevoel van in mijn buik. Kijk, hier, de grond zijn de sleepsporen te zien. Ze lijken de kant van de weg op te lopen. Hop, we zijn er. Oh, Lorelei, in de naam van het licht van de nieuw. Volgens mij hebben de kwaadaardige darkriders onze geliefde Lisa verborgen in de scheur. Ze moeten een soort verboden zwarte magie gebruikt hebben om Lisa naar Pandoria te sturen. Ze zou daar voor eeuwig vast kunnen zitten in een warboel van voor tijd en verdraaide ruimte. Hallo, Lisa, ben je daar? Kun je me horen, Lisa? Ik ben het, Starshine. Hallo, ben je daar? Weet je wat, Lorelei? Ik geloof dat de aanwezigheid van iemand die Lisa zou kunnen zijn, kan voelen. Juist. Voel je dat, Lorelei? Het voelt alsof Lisa dichtbij is, maar tegelijk heel ver weg. Het gevoel wisselt. Ik hoor gefluister, een stem die ons probeert te bereiken. Hallo, Lisa. Juist. En nu? Hallo, Lisa. Hallo, ik ben het, Lisa. Wie is daar? Lisa, ik ben het, Starshine. Hoe kunnen we helpen? Leef je nog? Ik leef, Starshine. Mijn lieve Starshine. Ik zit vast. Het is hier zo roze. Het is Pandoria. Ik zit gevangen in tijd en ruimte. Lisa, Lisa. Er moet een manier zijn om je te redden. Lisa? Slapende weduwe, wakker. Een slapende weduwe. Je wilt dat ik de nachtwaker voor haar overleden echtgenoot houd. Maak wakker. Maak haar wakker. Maak de slapende weduwe wakker. Ja, Lisa, we zullen de slapende weduwe wakker maken. Wie is het en hoe doen we dat? Maak wakker. Maak wakker. Maak de weduwe wakker en help me hieruit. Jij blijft hier, Starshine, om de scheur open te houden tot de weduwe wakker is. Ik zal je hier niet achterlaten. We zullen die weduwe wakker maken. Ik beloof het, Lisa. Schiet op. Ik zie niks meer. Het is zo roze. Hou vol, Lisa.
Lisa, je bent weg, maar ik blijf bij je. Hou vol, lieve Lisa. Wees niet bang voor Pandoria. Je weet hoe je het kunt weerstaan. Je kunt het. Ik weet dat je het kunt. Ik word verscheurd door hoop en wanhoop. We weten nu waar Lisa is, maar we kunnen haar misschien niet redden. Doorlui, we moeten haar hieruit krijgen, nu meteen. Wie de slapende weduwe ook is, we moeten elke prijs wakker gemaakt worden, zodat ze ons kan helpen Lisa te redden. Weet je wie het is? We hebben geen idee wie de slapende weduwe is, maar je denkt dat Lisa het misschien weet. Slim, vraag het haar. Ik blijf hier om te zorgen dat de scheur niet sluit om contact met Lisa te houden. Ik moet er voor haar zijn als de slapende weduwe wakker wordt en zij Lisa daadwerkelijk kan helpen uit de Pandoriaanse gevangenis te ontsnappen. Ga in volle galop naar de wijngaard voor Lisa. Tot gauw. Oh, Linda weet het. Oeps. Ik gooi dus door elkaar. Oké, dan gaan we naar de wijngaard. Oh, leuke ballonnetjes nog steeds. Even kijken. Dan naar de wijngaard. Dus Landhuis van Silkleed. Lorelei, ik ga een rit maken. Ga je mee? Nee, je lijkt haast te hebben. Wat is er aan de hand? Jij en Stasje hebben Lisa gevonden. Ongelooflijk. Maar het slechte nieuws is dat ze gered moet worden uit Pandoria. En Lisa zegt dat alleen door de slapende weduwe wakker maken. Ah, de slapende weduwe. Ze heeft het specifiek over iemand die zo heet. Ik snap het. Nee, ik heb geen idee wie dat is. Maar ik zal naar de bibliotheek gaan om te boeken doorspitten. Vraag de barones zij anders nog iets weet terwijl je wacht. Als je me zoekt ben ik in de bibliotheek. Ik ga eerst Meteor nog ergens stallen. Goeiedag Lorelei, het is heerlijk weer dag tussen de wijnranken op de plantage, of niet soms? Of ik iets van de slapende weduwe weet? Nee Lorelei, ik ken aardig wat weduwen, dat heb je op mijn leeftijd. Maar geen van hen komt me over alsof ze bijzonder veel zouden slapen, waardoor ze er bijna zouden zijn gekomen. Helaas kan ik je er niet mee helpen. Je zult erop moeten vertrouwen dat Linda iets in de boeken van de bibliotheek vindt. Misschien heeft ze al iets interessants gevonden. Ja, ik kan paardje niet meenemen, dat weten we. Oh. Barones wist van iets. Oké, wat een pech. Dan moeten we maar de kennis van het boek vertrouwen. Eens kijken. Ik moet dat boek lezen en die ook. Of de meterspion ons kan helpen, ik denk het niet. Hij weet een hoop, maar hij weet niet alles. Ik denk dat hij zichzelf een beetje overschat. En naar buiten toe een te legendarisch beeld over zichzelf schelpt. En dat boek en die... waarom bezoek je de meesterspion niet terwijl ik de boeken en informatie zoek in? Vraag of hij iets van de slapende weduwe weet. Het valt niet onder zijn expertise, dus hij weet vast niet veel. Maar als je niets anders te doen hebt, kun je altijd even langs gaan om te vragen. Misschien levert het niets op, maar het kan geen kwaad. Neem een paardentrainer, dat is makkelijk en snel. Nee, echt. Is dat snel en makkelijk? Oké, er is ergens een kampioenschap. Ik weet niet waar. Oh, nee, dat is de verkeerde. Oh, dat is de regenboogkleding en de dingen. Ja, oké. Gouden heuvelvallei. Nou, dat vind ik niet zo heel boeiend. Ben ik eigenlijk nog niet echt mee bezig geweest. Om kampioenschappen en dat soort dingen te doen op dit account. Zo, even kijken hoor. Dan gaan we naar schuilplaats van de meesterspion. Ik verwacht jou, Lorelei. Ik weet waarom je hier bent, maar laten we een normaal praatje houden. Vertel me waarom je hier bent. De slapende weduwe. Het is een levend wezen dat haar echt vanuit is kwijtgeraakt. Het is een vrouw, een mogelijke weduwe. Eens even denken. Ze slaapt ook. Ze is ook tamelijk onbekend. Of misschien wijst naar slapende een soort blindheid voor de buitenwereld. Ik weet het. Dat is helaas alles wat ik je kan zeggen. Is het voldoende? Nee? Het spijt me, Lorelei. Dat is alles wat ik erover kan zeggen. Maar ik weet zeker dat je vriendin Linda het antwoord in de boeken zal vinden als ze dat niet al heeft gevonden. En weet je, het juiste boek is altijd op de laatste waar je in kijkt. Nee, echt joh. Tot ziens, Lorelei. Oh, ik loop al de verkeerde knop in te houden. Oké. Hop.
naar Landhuis Zilverkleed. Hop, we stappen we af en dan rennen we die kant op weer. Ik dacht al dat hij van niets zou weten over slapende welen, maar nu weet je ook dat hij niet alles weet. Hij weet een hoop dat wel. Hij heeft een netwerk van uitstekende spion, dat het overal, vooral uit eco's bestaat. Hij is enorm nuttig als het een bepaalde soort informatie gaat. En voor nu zijn we dan klaar bij Linda. Even kijken, dan kunnen we volgens mij nog verder met Gretchen. Toch? Ja, toch? Ja. Oké. Okay. Maar... Oh, is die weg? Oh, dat is jammer. Het was dus een tijdelijke missie met die race. Nou, dan weet ik dat ook weer. Dat is jammer dat ik dan de XP gemist heb. Maar ja, ik had niet het goede paard onder mijn beschikking. Oh, wacht. Maar waarom ga ik met de, waarom pak ik de trailer? Ik moet gewoon de paardentaxi bellen. Dank je, Lola, voor het redden van onze dochter. Je bent echt de held. Mijn vrouw, ik nog, hoe we je ooit kunnen bedanken. Praat nog even met mijn vrouw. Zij wil je ook bedanken. Dankjewel voor je hulp, Lola. Het was erg moeilijk. Mijn arm hart. We dachten, het zou leuk zijn. Kocht hem als blijk verderen. Bedankt voor alles. Tot ziens. Oké. Okay. Deze quest had ik de vorige keer niet helemaal afgemaakt. Dus vandaar dat ik dus nu moet wachten. Daar was ik eigenlijk stiekem al bang voor. Maar ik moest, vorige keer moest ik dus echt... Echt weg. Nou, dan ga ik nog maar even verder met de onderdelen te zoeken bij Minka. Even kijken hoor, ik moet daar naar boven natuurlijk. Hoeveel van de spul moet ik nog vinden? Nog twee dingen. Voorwerpen tijdens het verkennen van wolken. Brengen ze dan terug naar het basiskamp. Wat missen we nog? Nog drie dingen. Oh. Nou kan ik wel verder met de strikjes kopen. En de kondingetjes kopen. Oké. Okay, geen idee wat dat was. Zo, en even kijken hoor, we hadden ook nog die kan weg. Ja, daar hebben we toch niks aan. Ja, schuiven die twee op. Dan die daar naartoe en die daar naartoe. En dan kunnen we ook nog even de kondingetjes kopen. Ja.
Zo. Oh, die zijn ook wel leuk. Ik heb er geen geld voor. Oké. Okay. Oh, die is ook leuk. Nog meer leuke dingen. Oh, I like. Ik heb werkelijk geen idee waar dat geklap vandaan komt. Eens kijken. Oh, daar staan we onder de regen. Yay! Even kijken, daarboven moet ook nog wat zitten dan. Oh, dan komen we via daar. Oh, daar moet ik misschien ook nog dingen van vinden. Oh, nee jongens, ik zie klim. Zo. Oh! Even kijken. Oh, nee, hier hoef ik niks van meer van te hebben. Oké, kijken of we spullen kunnen vinden. Hier bovenop zag ik ergens een kist. Oh nee, niet weer. Nog een poging. Daar. Oh. Nee. Deze kant naar beneden. Zo. We hebben de kaart gevonden. Kijk hoor, waar gaan we hierheen? Wat is dit? Oh, de regenboogwedstrijd. Ja, laten we die eens proberen. Ja, ik doe wel ijscoren deze. Volgens mij moet je ook zoveel mogelijk van die dingen vangen. Oh. Ja. En nu? Oh. Gaan we daar doorheen? Oh, dit ziet er zo bijzonder uit. Oh, dan gaan we glijden, dan gaan we glijden. Oh, boy. Oh, poef. Was hij al niet zo goed in? In deze race. Oh. Nee. Ik ben nog blij als ik er gewoon op blijf. Juist, oké. Okay. Oké, volgende rondje gaan we naar boven. En dan hoop ik zoveel mogelijk hoeveel ijzers meegepakt te hebben.
Oh, ja. Oké, dit gaat nog lekker. Althans, dit gaat nog wel oké. Oké. Oh, boink. Oh, we zijn in ieder geval bij ronde 2. Ik heb volgens mij best wel een hoop hoefijsjes nu gemist. Juist, oké, deze... Ja, oké, die hebben we. Oh boy. Pof. Oh, dit gaat echt voor geen meter hier. Juist. Zo, oké. Even kijken hoor. Dan moet ik zo meteen ergens links af, dacht ik. Oh ja, hier. Hop. Ja. Nou, dan valt wel mee hoeveel ik er nog gemist heb. Nee, die krijg ik ook niet meer meegepakt. Oké, nou, dan vind ik het nog wel meevallen. Oké, even kijken hoor. Dan gaan we verder op zoek naar de andere onderdelen. We gaan in ieder geval even hier helemaal... Oh nee, laten we hier op gaan. Zo, vliegen naar boven. Oh nee, ofwel? Even gewoon goed om me heen kijken. Zie ik nog dingen liggen? Oké, dan worden we hier gedropt. Als ik dan daar overheen ga, kom ik dan wat geks tegen nog. Hier in ieder geval niet. Hopsakee. Hier ook niet. Oh, jawel. Daar. Voorwerp gevonden. Je hebt Minka's verdwenen voorwerp gevonden. Ik ben benieuwd of ik er nou eigenlijk nog moet. Laat ik in ieder geval hier weer even omhoog gaan. Nou, we kunnen twee kanten op. Kijken, wat doen we hier? Oh, weer terug naar dat. Oké. Oepsie, poef. Oké, en gaan we terug naar de ingang. Kijken hoeveel voorwerpen nou al hebben. Of ze allemaal al hebben. Nee, we missen er nog één. En dat is dat kijkding. Dan gaan we naar de race. Dat gaan we niet doen. Oh, laten we daar over eens overheen waggelen. Dat hebben we nog niet gedaan. Die. Die hadden we nog niet gehad. Oh jawel, die hebben we wel gehad. Die hebben we met hoefijzers gehad. Maar misschien dat we hier nog dat ding tegenkomen.
goed om me heen blijven kijken. Als ik daar naar boven ga, waar kom ik dan uit? Oh, dan komen we weer bij dat springding uit. Oké. Okay. Maar waar zouden ze hem dan verstopt hebben? Kijk hoor, waar komen we nu? Oh, nu staan we weer beneden bij de race. Juist hem. Ik heb het gevoel dat ik gewoon één stukje nog niet gehad heb. Op een of andere manier. Oh, die glijdt naar boven. Even kijken. Hierdoor naar boven. Kijken waar we dan uitkomen. Oh, zo. Ja. Nee, dat was ook niks. Oké, okay, dan ga ik toch even snel googlen. Ben ik toch eigenwijs en dan... kijken waar de telescoop staat. Hoe heette zij ook alweer? Nee, zij was niet... Oké. Okay. Oké, okay, even kijken. Ja, ik speel gewoon even vals. Ik ben gewoon even snel aan het kijken waar, hoe en wat. Ja. Oh, het zal zeker precies de laatste zijn die ik nodig heb. Ben ik nou? Ja. Daar. Oh. Dus ik stond er gewoon naast. Hopsiekee. Oké, okay. Hebben we alles? Dan gaan we terug naar de ingang. Oh, ja. Wat krijgen we van jou?
Zo te zien heb je alle verdwenen voorwerpen teruggevonden. Ik zal in de toekomst goed opletten. Het is niet de keer zo'n belangrijk uit de meeste steden uit mijn basiskampen te vinden. De wind waait hier zoals nergens anders. Puin eigen wil heeft, maar het maakt het spannend toch? Kan niet wachten om te zien. Zullen ontdekken volgende regenboog. Ontzettend bedankt voor je hulp, Lorelai. Ik ben echt blij dat we hier samen met Pico ben om de wolkenwereld te herkennen. Een klein verkenningsuitrusting toch? Neem dan deze set mee voor in je zadeltas. Je weet nooit wanneer het van pas kan komen. Nou, dan betekent dat we ook alweer iets meer XP hebben. Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken naar deze stream. Ik ga weer even alles leeggooien. En ik hoop morgen weer te gaan streamen. Ik beloof niks, want ik heb morgen ook wat andere dingen op de planning staan. En ja, verder nog een hele fijne dag. En geniet van het lekkere mooie weer buiten.